naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk... Cultuur Open Mic in Suriname, zowel Nederland. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 880-2940 of 06-4952-8228. Tot dan! Welkom kijkers bij een nieuwe aflevering van Kulturo TV. Wij zitten met de heer Iwan Eingaarde en wij gaan met hem praten over de toespraak van Rutte die hij heeft gedaan in verband met de excuses die hij heeft aangeboden namens de Nederlandse staat voor het slavernijverleden, voor de slavernij, het aandeel van Nederland daarin. De heer Eingaarde, u heeft geluisterd naar de toespraak van de heer Rutte, de excuses. Hoe zijn ze bij u overgekomen? Ik heb met aandacht geluisterd aan. Het kon niet mooier. Het is werkelijk een prachtdocument. Trouwens, het document is gemaakt of gepresenteerd in het museum. Daar zijn miljoenen documenten. Alles wat men gedaan heeft, is daar in zo'n museum. En het kon niet beter. Het is zo prachtig verwoord en men is op alle dingen gelet. En dus ik één woord gezegd, goed. Ik vond het goed. Heeft u de erkenning van Nederland gehoord in de toespraak van de premier? Ja, dat hebben ze met kleur en geur heeft het gezegd. Maar misschien moet ik nu dan dus het was mooi, technisch was het helemaal, historisch was het, het kon niet beter. Maar als je kijkt wat Nederland met ons gedaan heeft, nu zijn we 160 jaar, in feite bijna 160 jaar na afschaffing van de slavernij, nadat we 2,5 eeuw de slavernij hebben gezeten. En we zijn 160 jaar eruit. En wat aan die damage die gebracht is aan de tot slaafgemaakte, wij Afro's. Wat is er aan gedaan en om het te veranderen? Want het is duidelijk zichtbaar, omdat we met een heel multi-ethische samenleving hier hebben, want na de slavernij hebben we een koloniale tijd gehad, waar mensen gekomen zijn met een, zeg maar een hele bagage zijn ze hier gekomen. Dus dan zeg ik zijn bagage, hun bagage noem ik beschaving en religie zijn ze gekomen. En ze mochten vrij en blij uitoefenen. En daar zit je waarde en je normen zitten daarin. En dat is doorgegaan. En aan de hand van de economische ontwikkeling, toen het beter wordt, zijn dit soort dingen ook zich gaan ontwikkelen, sociaal, economisch, maatschappelijk gaan groeien. Omdat je normen en je waarden zijn je niet ontnomen, je bent ze verder gaan ontwikkelen. En zodra je er meer profit komt, ga je groeien. Maar men heeft de ziel bij ons weggehaald. Omdat je inventarisstuk was in de slavernij, 2,5 eeuw. En dat betekent dat je wat je hebt, mag je niet. Als de eigenaar wil, die zegt, je mag dat niet. Je mag niet je gebeden doen, je religie. Je mag niet je beschaving, je gewoontes, je muziek, je dans. Dat mag je niet uitoefenen. Je rituelen mag je niet, want het gaat tijd in zitten. En dat is jouw wortel. En dat is jouw identiteit. En dat heeft mij ontnomen. Dat is de grootste ellende die men bezorgd heeft voor de Afro, voor onze Afro's. De identiteit die men verzwakt heeft, doordat men zijn dingen niet kon doen. En bij de anderen was het vrij en blij. Die zijn gekomen als contractarbeiders, dat is de koloniale tijd. Ze moesten werken voor een laag loon, prachtig. En dat is niet te ontkennen. Maar de ziel van die mensen heb je niet weggehaald. Zijn ziel is zijn beschaving en zijn religie. Dat, dat,
daarna groeit hij, dan voelt hij zich stevig en dan gaat zorgen. Op het moment dat dingen beter worden, gaat hij groeien. En als ik zo geluisterd naar de excellentie, de Rutte, dan zeg ik, wat wij zeggen in Surinaams, Awari Dobri. Een prachtverhaal, mooi verhaal. Het is zo mooi, die man, als die man ons oplichten hier soms, en dat ze, als je die man hoort, maar als je zijn daden ziet, wat hij doet met jou, of hij jou helpt, of hij je ondersteunt, dan moet je het gaan zoeken. Toen ons hebben gezien wat Rutte gedaan, wat Rutte heeft ons helemaal in een soort paniek gezet. Niet gezegd wat we eigenlijk precies wilden. Plotseling binnen 2 weken moest er een excuus komen. Dat is disrespect hebben naar de anderen toe. Dan kan je niet zeggen dat je het meet met me. En ik ben 160 jaar ben ik al uit die Katibo. En in feite, je weet wat je gedaan hebt in die Katibo periode. En je hebt niet gewerkt, want wij weten niet eens. Als iemand zo lang, wat Trefosa zegt, als zo lang jouw dingen ontnomen zijn, dan wordt het, wat overblijft wordt alsof dat het is. Omdat het veel te lang. Je gaat geloven in dingen die je totaal niet er zijn. Dat er mij aangeschoven heeft voor je, dat ga je aannemen, dat is het. En daar kan je niks aan doen. Je weet het niet eens, wat trouwens onze leiders die ons geleid hebben, die hebben nooit gewerkt ook aan, omdat ze net zo gekoloniseerd zijn, of zeg maar, wat die slavernij doet met iemand, die ontneemt zoveel van de persoon, en de persoon wordt, zijn eigen waardigheid heeft hij niet meer, en gaat dingen doen die je leuk vindt, maar het is niet de innerlijke waarde van de persoon. En dat is gebeurd. En daar hebben ze nooit aan gewerkt. En tot het laatste moment merk je dat nu excuses moet komen. Dan doet Rutte zegt 2 weken van tevoren. Waar excuses wordt uitgesproken. Iedereen in paniek. Hoe kan je dat doen? En hoe is het mogelijk? Ze hebben heftige handen en we hebben het best zeiden. Dus het is makkelijk om het te zeggen. En wij zijn natuurlijk helemaal in paniek. Rennen, dus alle uitspraken doen we. En we hadden allerlei voornemens hadden wij. We hadden dit gehoord, we hebben dat gehoord. We hebben nooit, is nooit een goed onderzoek geweest. Van waarop heb je recht? Emotioneel recht. En waar heb je, zeg maar, juridisch recht op? Dat is nooit wel goed onderzocht. Daar heb ik nooit mijn mond open gemaakt ik heb recht op dit of dat. Want je moet het eerst juridisch internationaal uitzoeken. Heb je recht op herstelbetaling? Gelden die je zou moeten krijgen, heb je recht erop dat je krijgt? Of kan je zeggen van, iemand heeft me kapot gemaakt. Dan wordt het tegen 2 groepen. Ene die mij kapot gemaakt heeft, gelukkig zei Dami. Ja, maar een enorme achterstand heb je me gegeven. Dus wat gaan we dan doen? Dat is dan, daar heb je geen wet voor nodig. Daar heb je moraal en ethiek voor nodig. En als je dat aanwezig is, dan maak je programma's. Hoe komen we eruit? Maar we zijn totaal in de waarde. Want je kan het in 2 fasen doen. Nogmaals 1, moraal en ethiek. Wat heb ik me aangedaan? Ik heb een achterstaan. Ik mis mijn identiteit omdat ik het ontnomen heb. We gaan daaraan werken. Dat hebben wij gedaan. Die jou, zeg maar, alles ontnomen hebben van je. Dan gaan we daaraan werken. We hebben psychologen, psychiaters nodig. We hebben cultuurdeskundigen nodig. We hebben deskundigen om projecten te maken. Want geld bepaalt dat je je waarde terugkrijgt. Als je gaat werken aan je eigen inkomsten. Je gaat werken om je eigen kinderen scholing te geven. Dan word je trots. Maar als je moest gewoon op je aan doen, dan kan je nooit de trotsheid verwachten. Dan zakken je. En als je een systeem hebt gevolgd, dat je zakken je constant, dan ga je niet komen. Je moet een programma hebben waar je kan op je. Ik heb het gedaan.
Ik heb gezorgd voor mijn kinderen. Ik heb gezorgd voor dit. Ik heb gezorgd voor dat. Ik heb gezorgd voor... Dat is niet een andere. Ik heb een, zeg maar, elektriciteit of ik heb een huis. Ik heb gewerkt eraan. Ik heb jobs gekregen. Ik heb iets kunnen ondernemen. Ik heb geld gekregen. Ik heb een huis gebouwd. Dat maakt een mens waardevol. En dan kan je gaan werken aan wat kapot gemaakt is. Als die identiteit kapot gemaakt is, en, dan ga je eraan werken. Wat vormt de identiteit van een mens? Dat zijn je normen en je waarden. Dat zijn je rituelen die je hebt als mens. Geboorteritueel, een overlijdensritueel, volwassen ritueel, mijn dans, mijn eten. Dat zijn allemaal, dan heb je de UNESCO, de Black Civilization Day, die wij nu al 37 jaar uitvoeren. Je moet denken aan wat heb je gekregen van onze lieve, als je beschaving. Die moet je ontwikkelen, promoten en verder ontwikkelen. Maar dat zijn de kerndingen om je waardigheid te hebben. En dan word je zelfstandig. Een grote geest heeft gezegd in de Caribbean: een volk zonder zijn beschaving is net een boom zonder wortels. If you're not looking, it's working. Why is it? Dat is geen probleem. Maar ik heb niet gemerkt dat Rutte en iets, excellentie Rutte, iets zinnig gezegd heeft op een stuk van, hij heeft inderdaad de waarheid gesproken, maar het is in zijn daden naar ons toe, waar heel gepraat over dingen moeten, koloniale benadering, maak je een verschil nog groter tussen de economische verschillen van de groepen in Suriname. Je moet zeggen, het zelf in verleden gemaakt dat de groep helemaal down gegaan is. En hoe ga ik dat aan werken, dat naar boven gaat. Dan heb je wat gedaan. Dan heb je een natie geholpen. Maar wanneer je zegt, we gaan zaken ondersteunen, zeg maar institutioneel allemaal ondersteunen, zeg maar onderwijs, dit, dat. Dat betekent voor iedereen. Dan ga je verschillen, nog grotere verschillen krijgen, toch? Als de ene al ver zit en die krijgt dezelfde mogelijkheden, dan gaat hij nog verder dan de andere. En de ene is niet bewust van wat hij is, zijn identiteit, dan kan hij moeilijker zich ontwikkelen dan de ene die bewust is. Die heeft een levensfilosofie, want dat gaat allemaal zitten, toch? Als je een goede identiteit hebt, je hebt een goede normen en waarden heb je, dan bouw je een filosofie op van zelfstandigheid. Je wilt trots zijn op je kinderen, op waar je woont, je omgeving. Maar daaraan moet je werken, want dat heeft men je ontnomen. Men heeft je huis gezet, 2,5 eeuw lang. Je hebt nooit zelf een huis moeten bouwen. Ja, daar is je job gegeven. Men zorgde voor bepaalde levensmiddelen voor je. En aanvullingen, een soort visie, een abatjouw, een soort medie kreeg je bij. Maar je moest zelf een kostgrondje hebben. Maar niet dat je zelfstandig, je was altijd afhankelijk van de kolonisator toen. Want als het ook gaat over de datum, bijvoorbeeld is gekozen de haastigheid erachter, 19 december. Er waren mensen die niet eens waren ermee. We hebben ook politieke groepen zich zien bemoeien ermee. Die hebben voorgesteld dat 1 juli een betere datum zou zijn. Bent u eens met de opmerkingen van de heer Rutte om aan te geven dat er niet voor, dat de datum niet voor iedereen goed zou uitpakken? Dus we moeten er maar mee. Wat ik zie dit als een, heeft een meegedeeld dat er excuus moet komen. De stad van excuus, maar de werkelijke excuus, dat ervaring is nog niet gekomen. Werkelijke excuus moet, of de koning, ik zie de koning die zou het moeten doen. En natuurlijk om mijn eerlijkheid en mijn oprechtheid zeg mij, als je het wilt doen op dezelfde dag voor al die delen die gekoloniseerd zijn, kan je niet op één dag doen. Dan zou je het vanuit een Zoom-meeting met een grote scherm voor al die landen op één moment
moeten doen. Want allemaal heb je ze gecommuniceerd. En je kan niet zeggen, ik ga bij de ene, bij de andere niet. Of ik zit er minder, net als hoe het zou gebeuren. Door onze opkomst is het gebeurd dat de grootste man na de koning, die heeft het gezegd. Die heeft toch het bericht gegeven naar iedereen toe. Het is niet meer dan de onderdanen van Rutte die hebben het gedaan. Hij heeft het zelf gedaan. Hij hoort het te doen of de koning hoort het te doen. Dus het enige wat we bereikt hebben is natuurlijk iets positiefs dat hij wat gezegd heeft. En dit kunnen we zeggen, hij heeft het niet gezegd. Ik heb niet begrepen hoor. Dat inderdaad die excuses, dat hij heeft de voorloper van de excuus gedaan. Maar de werkelijke excuus moet van de koning komen. We waren onder koninklijk bewind. Koning de derde heeft het afgeschaft. Maar zijn voorouders, die hebben het opgestart. En koning Willem III heeft het afgeschaft. En nu is deze koning, die zou iets moeten zeggen van dat stukje pardon. Want toen was geen pardon gezegd. En Rutte heeft als voorloper. Ik zie dit als voorloper. Hoor. Ik denk dat we moeten afdwingen van de koning. Dat de koning het doet via een Zoom meeting of noem maar op, naar alle delen. Want je kan niet zeggen, de een is belangrijk, laten we allemaal, ze hebben rechten, net zoveel rechten. Je kan niet zeggen, hij moet naar Curaçao gaan, of hij moet Suriname, moet eerst. Nee, laat hij net als wat Rutte gedaan heeft. Iedereen krijgt die boodschap. En dat zou geweldig zijn. Alleen hebben wij natuurlijk een locatie nodig, waar we deze boodschap willen ontvangen. Hoe zit het met de aanvaarding? Het voorlopen van de excuses zijn gedaan door de heer Rutte. Is er aanvaarding nodig? Want u zegt sorry tegen mij, maar u verwacht toch ook een reactie van mijn kant uit? Of moet ik het alleen aanhoren dat je sorry hebt gezegd, ongeacht je reactie daarop? Nee, dat is dan je zou zeggen, waardeloos is het. Ik denk dat wat Rutte gezegd heeft nu is een voorloper, moet je zien. De koning zal het moeten zijn. Op 1 juli 1863, 2023, wanneer we 160 jaar zeg maar, vrij zijn, dat zal de koning het doen. Ik denk dat ze daar naartoe werken. Maar dat het nogmaals in een Zoom-meeting gebeurt. En daar moet natuurlijk wij allemaal beseffen, we zullen niet tegen zijn een excuus. Absoluut niet. Als jij mij iets kwaad gedaan en je gaat uit je hart weer excuus tegen me zeggen, dan ga ik zeer zeker blij erom zijn. Maar nogmaals, excuses gaan niet gewoon. Excuses gaan altijd samen met iets. Want je hebt, op het moment dat je excuses zegt, dan heb je een damage veroorzaakt. En als het even is. Maar deze damage van ons is 250 jaar heb je een volk uitgeknepen op niet alleen lichamelijk, maar geestelijk heb je een volk eigen kapot gemaakt. Je hebt weggehaald van het volk, zijn identiteit heb je weggehaald. En dat is heel erg is dat. Je kan iemand slaan. Je kan iemand mishandelen, maar als je zijn identiteit weghaalt, dan heb je een enorm kwaad gedaan aan de mens. Want die identiteit heeft die mens nodig om zijn kinderen op te voeden naar een gedegen mens voor de toekomst. Dus ik denk dat wat wij moeten afdwingen, we moeten nu beseffen van al die geweldige verhalen die we gehoord hebben. We gaan zoveel biljoenen krijgen. Is daarop zou ik nu komen van die schade die u zo heeft beschreven en de heer Rutte heeft dat ook gedaan in zijn speech. Hier wordt het omgezet door de personen in geld. We praten over 400.000 euro, 40.000 euro, alle type bedragen. Vraagt u zich ook af als dat voldoende is om dat te doen? En hoe gaat dat verdeeld moeten worden? Heeft u enig idee hoe men dat van plan is te gaan doen? Ik hoor wat de excellentie Rutte gezegd heeft. We gaan niks krijgen, we gaan geen geld krijgen. En ik denk dat, daarom zei ik als in mijn inleiding, je moet onderzoeken als
benadeelde, heb je recht op iets. Als ik recht heb op iets, dan zeg ik meneer, dan ga ik fighten voor. Dat is wat ik recht heb. Maar wanneer ik geen recht heb op iets, dan hoef ik niet zo fight, dan moet ik het laten aan de ander over. Wat wil je geven? Dus je hebt twee dingen hebben. We hebben allerlei berekeningen zijn gemaakt. Als je het omzet in geld, dan is het biljoenen is dat. Maar wie zeg je bij wet? Onze voorouders hebben ons daar verkocht om naar Suriname te komen. Was er een wetgeving en, die een ander belet om slaaf te hebben? Dat zou je eerst moeten onderzoeken. Maar dat is niet eens zo belangrijk. Belangrijk is dat wij moeten werken aan onszelf. De hele slaventijd heeft gezorgd dat we verdeeld en heers is gezaaid. En als je nagaat, dan kijken we de mensen die zich vrij gevochten hebben. Dat zijn die 6 tribes in het binnenland. Die hebben zich vrij gevochten. Toen ze weer vrede wilden sluiten, daar heeft de heerser heeft ook weer ingespeeld en heeft het zaakje. Daar heeft de heerser gezorgd dat het niet één groep is die verzet pleegde, maar het zijn 6 groepen geworden. Die een naam gekregen, die ze een titel gegeven hebben zelf. Zo ver gaat die kolonisator, die de machthebber, die gaat je een titel geven. En, om je lekker te maken. En wanneer je vrede met je sluit, moet je niet denken dat je vrede met je sluit, dat het in jouw belang is. En zo de vrede in zijn belang. En we kunnen met voorbeelden aangeven dat de traktaten die gesloten zijn toen de tijd, bij de 2 grootste groepen, dat is de Saramakanus en de Okanus toen, dat is later, wat eruit gerold is dat een Graman doodgeschoten is in het zuiden van Suriname. Toen heb je de Matawai bijgekregen. Een leider is doodgeschoten in het noordoosten van Suriname. Dat heeft allemaal gezorgd toen de traktaten getekend zijn. Dus je merkt dat die kolonisatie heeft nooit. Hij doet nooit iets voor jou. Hij doet juist om nog meer verwarring te brengen bij jou. Want zijn belang is niet jouw belang. En ons belang willen we hebben dat we samen vechten tegen onrecht. En dan brengt die verdeeldheid erin. En soms zijn we blij, want als je die mensen verdeelt, je geeft ze een keurige naam, je geeft ze macht. En je verdeelt ze, want we hadden geen matawai gegeven moment toen de tijd in het zuiden van Suriname. Nadat één doodgeschoten is, direct die kolonisator gezorgd dat er nog een Graman gekomen is van Matawai. En dat er een Quinty gekomen, die uit Guyana gekomen is. En dat hebben de Quinty's, die zijn uit Berbice gekomen naar Suriname. Maar in het noordoosten van Suriname heb je de Paramakanus, je hebt de Okanus en je hebt de Alukus. En die 3 heb je daar en je hebt 3 in het westen. In het zuiden van Suriname, zuidwesten van Suriname. En dat maken die 6 groepen. En we merken van dat er een hoog spanningsveld is tussen allemaal, tot heden is een spanningsveld. En daarmee kunnen we niet leven. Dus willen we ons ding ontwikkelen, of willen we groei en ontwikkeling krijgen, dan moet je een stukje saamhorigheid hebben. En dan zou je pardon moeten zeggen aan elkaar. Die pardon die we aan elkaar moeten zeggen, die de kolonisator of de machthebbers van toen gezorgd hebben dat de vechters, de verzetstrijders, niet de 1 groep zijn, maar zijn de 6 groepen. Die moeten zorgen om 1 vuist te maken. We moeten zorgen dat de districten waar we zijn, je hebt de para, die zijn, ik vind prachtig dat ze nu een federatie hebben, de federatie van paraplantage. Dus een soort bundeling heb je aan. Maar Koroni heb je, Nikeri heb je, je hebt Kaunasé, heb je, Salamaka heb je.
Ik denk dat we allemaal, dat ik je pardon naar elkaar toe moeten zeggen, weer een beetje een vuist maken. We hebben gemerkt dat ook in die hele geschiedenis, op het moment dat je gaat werken in een deel van ons gaat werken om verzet te plegen, gaat die geboycott worden. Dus wat je moet doen, je moet over de hele linie, je moet niemand er buiten laten. Kijk het gevecht, Haiti is natuurlijk een ellende nu geworden, maar kijk het gevecht in Haiti, is over de hele linie, in 4 windstreken heeft men daar een zaakje gemobiliseerd. En toen heeft men gewonnen. Het is binnen, en daar heeft men de spirituele power ook gebruikt. Boekman, de spirituele leider, heeft men ingezet. En samen met de technische leider, Toussaint Louverture, heeft men gegeven men een strijd. Gewonnen geven mij. En dat moet als een zodra we gaan werken in groepen alleen, gaan we nooit komen. Dat die kolonisator gedaan, dus de machthebbers hebben toen gedaan, dat ze ons in groepen maakten. En altijd is het verdeeld. Want ja, zei je hult met die anderen. Je moet geen poema omweg zijn. Je moet brokken alleen in camera. Even tak zijn met een tak en kring, helemaal. Niemand moet vermoeden hebben van, hij is zo. Of bakagadri toren, et cetera. Nee, we moeten open zijn met elkaar. Maar het wantrouwen is toen al, in de genen is het gaan zitten al. Op het moment dat je iets apart doet en je bent niet open, direct gaat je binnen en zeggen, amai, ik maak complot. Hij probeert door ons aan te gaan. En dat moet je voorkomen. Omdat het al hierin zit, moeten we proberen van altijd transparant te zijn. En willen we een verandering brengen. En zolang we dat niet doen, gaat het niet komen. Wat we ook moeten merken is, u heeft het net ook al gezegd, de invloed van de kolonisator. Is het een... We merken dat het nog dat Nederland nu meer naar Suriname kant komt in vergelijking tot de afgelopen 10 jaren, zeg maar, dat die invloed een beetje beginnen te komen vanuit de Nederlandse zijde. We krijgen ministers, we krijgen van alles hier in een hele korte tijd. Moeten we vrezen dat Nederland inspeelt op wat zich nu plaatsvindt in Suriname, want we kunnen er niet onderuit komen dat je ook een beetje hebt van dat we een beetje meer verdeeld zijn vanuit politieke kant, maar ook in de samenleving ook merk je dat die eenheid niet zo, er is meer verschil dan overeenkomsten, sterker nu. Ja, ik geloof dat is, en wij hebben het al lang ingezien als federatie, hoor. We hebben in 2018 hebben we een project gelanceerd, Pardon en Heling. Dat wij die pardon aan elkaar moeten zeggen. En die transparantie moeten zijn. En we waren zover dat we zeker 80% al zover hadden, maar dan COVID voor al eerst hadden. We waren zover dat we zeggen, we moeten de filosofie van 300 jaar geleden, van als je een gevecht aangaat, moeten we van elkaar houden. Alle susa, tjush, moeten wegwerken. We moeten samen, we moeten van elkaar gaan vertrouwen. We moeten die eenheid moeten smeden. En dan kunnen we vooruit. En als we dingen gaan doen, niet alleen in een hoekje. We moeten eerlijk en oprecht zijn. Als we een project gaan opzetten, moeten projecten over de hele linie zijn. De ene moet zich niet als stiefmoederlijk behandeld worden. En dan zei ik je net, ten aanzien van die koning moet daar zijn verhaal vertellen naar ons allemaal toe. We moeten niet diezelfde vuile techniek gaan toepassen als die kolonisator. Als we nog een voorbeeld willen zeggen, nee, koning, doe het op een scherm. Een Zoom meeting, net wat Rutte gedaan heeft, nu heeft het niet meer gedaan. Iemand zou hier komen, iemand daar, iemand heeft het vanaf gezien. Maar diezelfde gedonder gaan we krijgen. Laat het voorbeeld zijn. Alles wat we doen moet een voorbeeld zijn. Moet oprecht zijn. Moet niet discriminerend zijn. Wat gedaan zou worden, zou discriminerend. De minister komt hier. De minister-president is daar. Nee, laat het één boodschap van de allerhoogste. Wat mensen ook afvragen is, like,
Maar heeft die groep die de nazaten van de tot slaaf gemaakt, hebben ze niet voldoende ruimte gekregen om zichzelf verder te ontwikkelen? De plantages zijn achtergelaten voor ze, het hele land is achtergelaten voor ze en ze hebben, ze maken voor het grootste deel uit in de regering, like een van de grootste groepen in de regeringen, weet je. Mensen vragen zich af van, hebben ze niet voldoende ruimte gehad om zichzelf te ontwikkelen vergeleken met de andere groepen? Nee, ik vind het een geweldige vraag, een mooie vraag. Is niet ontwikkeling, de oorsprong met de grammofoon bij dagen, en leren voor doen, zijn wijsheid. Want je kan net zoveel geschoold zijn, wil niet zeggen dat je wijs bent. Scholing brengt geen change. We moeten zuinig zijn op onze wijze mensen, want die gaan de richtlijnen geven waar we naartoe moeten gaan. En je moet niet vergeten, al onze leiders zijn gekoloniseerd. We hebben de opleiding gekregen van degene die ons gekoloniseerd heeft. We spreken de taal van degene die ons gekoloniseerd hebben. Die 2,5 eeuw hebben geleerd in groepen te zijn. Ene zeggen, dat blakka, dat moro blakka, of dat disi. We hebben altijd geleerd om iets te zien. We kijken niet naar de mooie dingen. Jij kan misschien mooie benen hebben, of een mooi gezicht hebben, of maar minder mooie manieren. Maar je hebt iets moois. Laat ook kijken op de mooie dingen van elkaar. In plaats van gaan letten op de lelijke dingen van ons. En elkaar uitschellen. Ik luister naar die programma's wel als ik niet meer tijd heb, soms tot heel laat. Op te luisteren hoe elkaar uitschellen. Dat doet me zoveel pijn. Want Poewa om mij gezegd een keertje. Ik moest Ablaga Boba moest een paciëntie langer in zijn. Met lobby kan lullen naar de minderen. En ik moet brokken alle de camera. Ik moet brokken de camera. Zodat hij geen chuchu plaatsvindt. We zijn open tegen elkaar. En we moeten voorzichtig zijn. Het praat ook, dat is sollicitaralte. En Ayoka Boma, voor de wetman. Ik moet lukken dat Aboma door Jokoi, met karakter van Yoka Boma voor Kiri. Je moet alle brasa aan de gewoon brasa. Dat zijn heel wat boodschappen en dat we elkaar moeten leren accepteren. Al wat voor politieke partijen je ook hebt, moet je accepteren. Dat zei lobby. Al wat voor geloof je ook hebt, moeten we het accepteren van elkaar. Je moet niet gaan, toen ik school ging, ik ben nu 80, maar daar vochten we, loop zo lang aan iedereen. Dat zijn de leiders die ons moeten leiden. Dat op een manier werd er gestimuleerd dat we gingen vechten naar school. Eén is beter dan de ander. Nee, we zijn allemaal mens. En de ene is goed op dit, we moeten van elkaar leren. En dat moet het uitgangspunt zijn. Maar we hebben gezien na die koloniale, onze leiders, onze zwarte leiders, hebben ons in feite afhankelijk gemaakt. Ze hebben ons gehaald uit de productiesector en ambtenaar geworden. Ze hebben ons gehaald in zelfwoningbouw om een volkswoningbouw te gaan zitten. Maar die zelfstandig beroep, dat zijn we kwijt. Dat is je kracht. Die productielijn die we in feite hadden. We hebben allemaal op en down, op en down. En dat komt gewoon omdat we geen duidelijke levensfilosofie hebben. We moeten een levensfilosofie gaan opbouwen. Je groeit op, je krijgt je normen en waarden, je rituelen, je beschaving die je hebt, moet je gaan leren. Iemand zei me een keer, die is 100 jaar geworden. Die zei, toen hij studeerde, dan zijn ze met een professor gegaan, ergens in een buiten de stad, met 40 nationaliteiten. En die professor zei van, je komt uit verschillende landen, doe het van jou, laat iets zien van jouw cultuur. Hè? En die man zei me, ik kon niks doen, mijn handen waren gebonden, mijn voeten waren gebonden, mijn mond was getaped,
Omdat ik een christelijke opvoeding had. Ik kon niets brengen van wat mijn voorouders me gegeven hadden. Ik kon geen mooi dansje brengen. Of ik kon niet een mooie auto brengen. Of ik kon niet kunnen zeggen wat wij zo graag doen. Wat onze rituelen zijn. Geboren of volwassen rituelen. Dat kon ik niet. Ik had niks. Als ik maar dat één wat ik had, was wat ik geleerd heb van anderen. Kijk, en dat soort dingen. En, we hebben hier een conferentie gehad op 3 oktober. 3 oktober 1862 was de datum toen de afkondiging van de afschaffing slavernij was. Precies 9 maanden. Het leven van een mens en was het toen de voorafschaffing van de slavernij werd aangekondigd. En we zeiden, we gaan dat doen. En we nodigen de dominees uit. En cultuurdeskundigen, om samen te werken. Want hoe dan ook, de kerken hebben, niet dat ze bewust, maar ze hebben toen meegewerkt om dat stukje identiteit kapot te maken die van ons was. En ik vind dat ze het, ik heb gemerkt in die conferentie dat ze het ingezien hebben en dat ze graag willen meewerken ook. Kijk, en dat soort dingen moeten wij herstellen. Men was ons baas, maar nu zijn we onze eigen baas. En we moeten proberen al die dingen die niet goed waren aan de kant te zetten, doorbreken, al die kamers te doorbreken. We hebben 1 dorp. We hebben een bakador en een visdor. Je moet 1 dorp hebben. En dan gaan we, op die manier moeten we elkaar ontwikkelen. Ik heb ontwikkelingsprojecten gezien waarbij dat mensen iets doen. En dat een kappartij plaatsvinden. Zij dat one kiezen en mino kiezen. Kijk, dat soort dingen. Dus als je wat doet, doe het over de hele linie. Probeer zo oprecht mogelijk hulp te brengen en mogelijkheden te creëren. En daar zullen we zeer zeker komen. En daar moet er meer voorlichting komen op dat stuk. De hedendaagse Suriname is niet te vergelijken met dat uit de slavernij. Nu hebben we meer een mixcultuur, we zijn met meerdere volkeren hier. Stel dat die programma's dan komen, zullen die alleen toegankelijk moeten zijn voor de nazaten van de slaven of ook voor Suriname, zeg maar, in zijn totaliteit, want we zijn nu meer een mix dan wat anders, want Ikalukwandi Sanima Maning, een Sabayo of Levens, of noem maar op, weet je toch, Alassana mix no de. Iemand kwam ook bij mij dat Omulukasan uit Abere en alles van mij is uit die beren gekomen. Is Afro. Hè? En er zijn andere dingen tussenin gekomen, Aberen, dat is echt, zegt men, dat is Afro. Hè? En ik denk dat er zijn de personen van, ja, en die zijn Afro's. Ik zeg maar dan gaan we oorlog creëren. Toch? Ik bedoel, zeg maar dat ik kinderen heb, waar die kinderen niet gekomen zijn uit die beren. En was eigenlijk gewoon in de vaderlijn. En dan zou je ze niet accepteren. Dat kan niet. En we hebben één voordeel. Men zegt in de wereld, de wetenschap heeft gezegd, dat de Afro's daaruit de mensheid bestaan. Dus de mensheid is daaruit gekomen. En ik geloof dat de meest tolerante etniciteit is de Afro. Die zullen nooit, zeg maar, iets weigeren. En ik denk dat het misschien, dat praat ik niet uit wetenschappelijk ook, maar gewoon instinctief, dat men aanvoelt dat die mens uit zwart is ontstaan. En dat ze allemaal accepteren. En een Afro accepteert een Javaan, accepteert een Hindustan, accepteert een Bagara, maar andersom niet. Dus je mag, die voorstel die de goede man me deed, dat alleen die beren, moet je niet aan meewerken. En als bij je ziet, ik heb die Global African Congress heb ik hier georganiseerd, als onder mij leek, was local voorzitter. En daar zijn ook die erupties ook van. Mensen hebben dan zegt een vrouw, ja, maar ik ben half Chinees. Ik zeg, nou, maar je ziet er zo zwart uit als een dag. Ik bedoel, als iemand je ziet lopen, gaat hij zeggen,
Ik ben geen Chinees. Ja, blijf maar. Dus we moeten ophouden. Je moet ook meegaan. Hoe ziet men jou? Wat zegt men wie je bent? Ook in Amerika was al zou je een fractie en zeg maar Afro-bloed in je hebben. Je bent Afro. Dus je moet ook meegaan met die idee. En als je uitgaat van wetenschappelijk, dat de mensheid is ontstaan uit zwart, dan moet je trots voelen dat wij geen problemen hebben met andere bevolkingsgroepen. Anderen hebben problemen met ons. Maar wij hebben zelf geen probleem met ze. Mochten die programma's komen, dan zal geheel Suriname ervan mogen genieten of onderdeel van mogen uitmaken? Niet gezegd. Laat het heel duidelijk zijn. Ik heb gezegd, je moet nu in de achterstand, alles wat zeg maar een Afro is, die zal, die heeft een achterstand. Hoe je het keert of draait, over de hele linie. Pak een auto aan, begin van Nikiri tot Achoni, Nikiri tot Albina. Check hoeveel business er is van zwarte mensen. Nou, dan moet je een loop gaan zoeken. Neem je de auto van Paramaribo naar Achoni, naar het zuiden. We zijn maar oost naar west, maar gaan we nu van oost naar zuid. Ook hetzelfde. We hebben weinig, de sociaal-economische maatschappelijke ontwikkeling is bijzonder laag bij de Afro. Als je, en we merken ook op de universiteit en overal. Dus je zal die groep, en we merken dat die slavernij een impact gehad heeft, die moet je die push geven. En straks na een paar jaren, dan is het zaakje enigszins even weer. Dan vervallen die dingen. Misschien als je trekt bijvoorbeeld 30 of 40 jaar, dat we zeggen we gaan die push geven vanwege die kolonisator, die bevestigt dat hij dus veel kwaad gedaan heeft aan die groep. Niet zozeer dat hij heeft zijn identiteit ontnomen. Dat ze zeggen, en we merken al onze dingen die ons zouden moeten verheffen. Die doen vaak veel meer kwaad zelf. Neem al die wie die Oso-Zon-Prins. Je merkt dat het, als je een probleem hebt, dan moet je misschien je erf verkopen. Terwijl als je bij die Aziat, een collega van mij, Javaan, die zegt, ja, mijn dochter had problemen. Ik ga eerst lezen, maar je hebt niet. Baka, want die kom baka, ik go baka, en daarna nooit meer. Maar het kost geen cent. Wij gaan euro en US dollar vragen. Dus hoe poor, gewoon los aan hoe poor. Die we gekregen hebben van onze voor. Dat waren onze, je mocht paisma. Vroeger. Je moet het laten aan de persoon. Nu eisen wij. En we zijn zulke dure dingen. Nee, Manobesap, weet ik veel wat, zoals whisky, 5 à 10 ster. De Manobesap, watera. En dat drank. Maar nou, maar ik pot je een pijn, man, dat je moet bijen. 10 ster whisky, hoe kon je doen zijn? Kijk, al dat soort dingen. We zijn vaak, heel wat dingen doen we die niet goed zijn. En daar is een reden voor. En daar moeten we gaan werken. Als we niet aan werken, dan gaan we misschien wel een verandering komen, maar het gaat heel gebrekkig gebeuren. Heel gebrekkig. Meneer Wijngaarden, wij bedanken u voor dit moment. Ik hoop dat we van alles hebben besproken. Een beetje van alles hebben besproken en een beetje meer informatie naar het publiek toe hebben gebracht. Kijkers, wij bedanken u voor dit moment. Dit was Kulturu TV. Out. Mama, Mr. Fiki, Mama, 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 Mama
hier van een vaderland. Suriname heeft vaderland. Vaderland. Suriname heeft mijn vaderland. Deze Sofia, Lora, 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 Suriname, altijd dicht bij. Suriname, altijd dicht bij. In me, in me, in me.